Wij zijn in Delfzijl. En de nieuwe camperplaats bevindt zich hier ergens. Of hier ergens, hier precies. De vorige plek was hier in de buurt. En, nou ja, je ziet dus straks wel dat er dus de nieuwe plaats hier komt. En ja, je moet vanaf deze kant kun je het beste aankomen rijden. Wij zijn namelijk helemaal, dat zie je straks, zijn we hier langs gereden. En dan helemaal langs deze weg. Nou, dat moet je dus niet doen. En ja, ik denk niet dat het nodig is, maar voor degenen die niet weten waar Delfzijl ligt, daar dus. We gaan naar de kustweg. Daar komen nieuwe camperplaatsen. Want er staat alleen geen huisnummer bij. Dus we moeten even zoeken waar we moeten zijn. Hij zegt hier rechtsaf is de kustweg. Maar dan ga je gewoon zo'n woonwijk in. Ja. Zie je dat? Nou is het even opletten. He, dit is de kustweg dus. En even opletten. Naar de botjes van camperplaats. Omdat ze nog bezig zijn, zei al, hè? Ja, en niks anders ook dat er geen bordje staat of aanleg. Ja. Die kustweg die loopt nog helemaal door, hè, tot na de kust. Ja, en dat zou daar nog ergens moeten zijn. Ja. En dat was ideaal, want kijk, we hebben een video gemaakt van de oude camperplaats. Dat is een ander adres. En die staat dus ook op de kaart van camperplaats, maar dat klopt niet meer. En we waren hier aan het werk. We moesten hier aan het werk, vlakbij. Dus toen hebben we gezegd, dan gaan we eens even kijken. Nog steeds geen bordje van camperplaats. Hier zit een groot flatgebouw. En daar ook trouwens. Het kan best zijn dat die bordjes er nog komen. Op het moment dat het pas helemaal klaar is. Ja. Is dat wel een V? Is dat ook een camper? Ja, maar ik weet niet of dat de camperplaats is, want het staat echt P, hè, van parkeren. Ja, het is gewoon een parkeerplaats volgens mij. Ja. Maar dat is, nee, het zijn stroompaaltjes, zie je dat? Ah, ja. Het zijn allemaal stroompaaltjes. Zo je denkt dat het hier is. De oude. Ja, kijk, hier heb je nou ook dat bord zoals het gaat worden. Marconi, recreatief. Oh, bliksem, dat is mooi. Dus dat komt dan wel hier. Ja, daar zijn ze dus bezig. Ik denk dat het dan daar komt. Maar dit hebben wij toen niet gefilmd, deze plek. Nee, dat was ergens anders. Dat was ergens anders, ja. Dus dit is waarschijnlijk tijdelijk. Ja. Als jullie het beter weten, moet je het even zeggen, want ik weet het nou ook niet meer. Maar waarschijnlijk is dit tijdelijk. En dat het andere plekje daar komt waar je nou naar kijkt hier voor ons. Maar dan ga ik even. Ik laat even dat bord zien zo. Ga ik even wat dichterbij. Dus dan moeten we hier nog een keer. Als het klaar is. Zoals je ziet staan we op onze plek. Mooi naast een stroomkastje. Okay, nou in de wind. Je gooit een euro in. En dan heb je of 2 kilowatt stroom als je een bakknopje drukt. Of je hebt 200 liter water. Of 100 liter water. Als je op dat knopje drukt. Er staat 10 ampère staat erop. Dat is 10 ampère stroom. Daar zie je een vuilnisbakje. Maar nogmaals, dit is even waarschijnlijk tijdelijk. Daar heb je ook stroompaaltjes. En ik dacht dat ik aan die kant ook nog wat stroompaaltjes zag. Hier heb je plek om toilet en glijs water te legen. Ik weet het niet zeker hoor, maar ik denk dat daar ergens de nieuwe camperplaats wordt gerealiseerd. Marconi Recreatief staat erop. Zie je dat? Een beetje.
beetje dichterbij. Uitvoering 2019. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Kijk eens. Dat wordt mooi. We moeten nog een keer weer terugkomen. Maar goed. We hebben in ieder geval ons best gedaan om de veranderingen weer te geven. Dat proberen we zoveel mogelijk. Als we iets veranderen op een campingplaats, dat we dat ook even filmen. En dat we dat ook even doorgeven. Maar dit is op zich al helemaal niet verkeerd. Maar dat nieuwe wordt natuurlijk veel mooier.